Ik vind het geweldig, deze goed gevulde raadzaal hier in het gemeentehuis. Voor mij is het een teken, en voor ons allemaal denk ik, dat het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven bij ons in Haaksbergen springlevend is. Maar ik zie het ook als een signaal dat velen met hun aanwezigheid hun waardering willen uitspreken richting hen die vandaag gedecoreerd gaan worden. Zo, het hoge woord is eruit. De volgende persoon die ik graag wil toespreken is Luit Kruizinga. Misschien wil hij ook even gaan staan. Ja, ik heb net op meneer Gardegem. We moesten vanmorgen, moesten we klaar zijn met de fiets. En want we zaten op Schiermonnik hoog. En toen zijn we gisteravond teruggekomen. Dus, ik stond hier buiten de gemeentehuis en ik had nog niks in de gaten. Dus toen moesten we hier binnen eten. Toen zag ik mijn broers en de hele familie, de kinderen en het deelspel. Ik denk, verrek, ik moet dat nou dagen in de gaten. Dus, ja, u had dan wel in de gaten dat het voor u was? In het begin nog niet. Niks. Een beetje naïef misschien, maar ik had er niks mee. Ja, dat is ook de bedoeling, hè? Ja. Nee, ja. Maar het was ook eigenlijk een hele waslijst wat de burgemeester opnoemde. Ja. Had je zelf het gevoel van, ik heb het verdiend? Dat zijn allemaal van die dingen waar je gedaan hebt. Goed, je leert gewoon, je werkt en je doet de dingen. Want je staat nergens bij stil. En vooral met dit soort dingen. Dat doe je toch niet voor. Het is allemaal weer een ander. Dus, wat je dan zelf overkomt, is wel, ik vind het wel mooi. Ja? Ja, prachtig. Zo, is het een eer? Maar iedereen wat mee bezig is geweest, dan denk je mezelf, ja, is mooi. En zo is het, kun je wel stoer noemen, maar... Dat hoeft vandaag niet, hè? Nee, vandaag niet. Nee, maar zo is het gewoon, dus... Wat gaan jullie doen? Gaan jullie nog verjaardag vieren? De verjaardag wordt gevierd, ja. Mijn schoondochter en mijn schoonzoon is uit Baren, die zijn er, dus de kinderen zijn er. Nee, dat wordt wel gevierd. Maar wat ze van plan zijn, weet ik niet, dus... Ga er lekker van genieten vandaag. Dat is allemaal een verrassing. Dus, nee, maar dit is mooi. Nee, maar ik heb altijd gezegd, ik heb al zoveel uit de maatschappij uitgehaald hier. Dan moet je ook weer wat terug doen. Ja. En op welke manier uit, dan doe je, dat maakt niks uit. Ja. Maar wij zijn gewoon van de generatie waar het normaal was, waar het allemaal normaal was. En tegenwoordig is het een beetje bijzonder wat dat soort dingen doet. En dat vind ik dan soms wel jammer. Ja, maar toch is die onderscheiding, die is er al een paar 200 jaar. Ja, nee, dat klopt. Ja. Dat is ook niet voor niks. Nee, dit is zeer gewaardeerd. En ook voor degenen waar we allemaal meegeholpen hebben. Dus hartstikke mooi. Geniet van vandaag. Oké, tot ziens. Ja. Ja. Jongens, tot ziens. Ja, doe hè. Het is me dan ook een eer u te mogen mededelen dat op grond van zijn verdiensten voor de samenleving het zijne majesteit de koning heeft behaagd de heer Kruizinga te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. Ik kan me betere plekken voorstellen. Dat gaat goed. Kijk, mooi. Oh, maar proficiat. Een bloemetje die mag ik meteen afgeven. Voor degene die achter u staat en naast u. Waar de spreker is die man. Dat mij niet goed. Mag ik niet doorstaan met mijn zoon? Ja, toch een liedje zingen. Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip hip hip! Hip hip hip! Hip hip hip! Ik sta in het publiek, dat is... Ik kom net uit Schiermonnikoog en mijn zoon met daar een maaltijd doen. Maar dit hoofd komt je. Maar waar heb ik dan meer? Dus, bij dit wil ik altijd iedereen bedanken, jongens. Voor de prettige sfeer, alles. Ik heb een hoofd gedaan aan het dorp en aan iedereen. En dan met elkaar een beetje verder gaan, een beetje onder met elkaar komen. Dan komt het goed. Ja. 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 Maar ik dacht dat zij dat niet wil, dat ze mensen dat zo goed verzorgd hebben.